moet opletten voor de bok. Goed, goedenavond beste deur en witte quizzers. Wij gaan proberen om vanavond met jullie een hele leuke, gezellige en ik denk ook wel een beetje spannende avond van te maken. Hoe zit het met jullie zenuwen? Bibberhandjes? Goed. Wij gaan als organisatie deze avond niet alleen voor jullie verzorgen. Net als vorig jaar hebben wij voor jullie een gastspreker. En onze gastspreker zal ons de hele avond ondersteunen. En helpen om jullie alle feitjes en weetjes van de quiz te laten te weten te komen. Mag ik een applaus vanavond voor onze gastspreker, de heer Gerard Daendels? Dank u wel. Jij moet niet vragen of zij zenuwachtig zijn, want ik merkte net aan die tafel dat de organisatie ook zenuwachtig was. Klein beetje, maar dat moet ook zo. En jullie hebben de grootste zenuwen achter de rug. Beste mensen, we gaan er iets leuks van maken. We gaan een heel spannende zaak opbouwen. We doen dat in een redelijk tempo straks, hè, want we moeten ook nog kunnen feesten afloop. En ik denk dat het heel goed is om... Om daar een aantal dingen nog eens aan vast te knopen en een aantal dingen te laten komen hier. Deurne Witte, het finale, tweede editie, 10 december 2016. Dat is het vandaag. Jullie hebben geweldig gewerkt vorige maand. Allemaal in aanloop naar Sinterklaas. En vandaag gaan we het allemaal in aanloop doen naar Kerstmis. Want uiteindelijk over 2 weken is het zover. Prima. Ja, laat het maar komen. De volgende sheet. Huishoudelijke mededelingen hoef ik niet zo heel veel te doen als het enige roken mag je niet, maar dat weet je al. Dat doet niemand hier vandaag. Drinken mag je zoveel als je wilt. Dat vindt Marcel van Bussel en zijn crew vindt dat helemaal goed. En wij zullen zorgen voor de rest. De spanning. Ja? Goed zo. Dan gaan we door. Wij nemen jullie heel even mee deze avond in ons jaar vanuit de organisatie. Want jullie hebben een avondje heel hard lopen zwoegen en zweten. En wij hebben daar een, ik mag toch wel zeggen, eigenlijk een heel jaar voorbereiding aan gehad. Maar, Jenny, dat komt ook een beetje door jullie allemaal vorig jaar. Want ik weet niet of jullie nog wisten, precies een jaar geleden, waar we in Deurne Centrum zijn, het cultuurcentrum. En toen zeiden we op het eind van de avond, er is maar één opdracht voor de organisatie. En dat is... Volgend jaar weer in de quiz. En jullie zijn erin geslaagd, Jenny. Ja, we konden geen nemen zijn. Nee, precies. We hebben jullie verplicht om dat te doen. En dat heeft heel wat kruim gekost. Zeker. Maar wel een leuke kruim, hè? Zeker weten. Goed zo. Goed, als het goed is, in de kleine ruimte overigens zijn wij ook te volgen, ook via het scherm. En er hangen meerdere schermen in deze zaal, mocht u dit scherm niet volledig kunnen zien. Ons motto als Deurne Witte organisatie is een quiz voor Deurne en door Deurne. Letterlijk door Deurne zijn jullie geweest, maar ook door Deurnenaren gemaakt. En vanuit dat motto proberen wij een heel jaar lang voor jullie een heel mooie quiz neer te zetten. Onze eerste vergadering was in januari 2016. We hadden vorig jaar in december de laatste quizavond, of de laatste uitslagavond. Dus ons nieuwe jaar begint voornamelijk dan eigenlijk 3-4 weken daarna weer om voor jullie een mooie avond neer te zetten. We hebben ze niet geteld, maar het waren heel veel vergaderingen, ontelbare appjes en uren werk. Het is maar goed dat jullie die uren niet hoeven te betalen. Want het zou een maandloon zijn, denk ik, van ongeveer de helft van de deelnemers. Maal een maandloon als je het aan uren kwijt zou willen zijn. Zoveel ontelbare uren is de organisatie bezig geweest. En allemaal om jullie een plezier te doen. Laat ze maar, ja precies. Goed, wat dat heeft gedaan dat het geresulteerd heeft dit jaar, is wel een overweldigend mooi aantal. Want volgens mij heeft de mond-op-mond reclame van vorig jaar het erg goed gedaan. We hebben dit jaar een aanmeldingsaantal wel van 116 teams. Uiteindelijk, met jullie opgave, ruim 2500 deelnemers. En ik weet niet hoeveel mensen jullie gedurende de avond gebeld hebben, maar onze schatting is dat er een kleine 10.000 mensen op die avond betrokken zijn geweest bij Deurne Witte. En wij durven dan wel te zeggen dat Deurne een avondje door Deurne Witte op zijn kop heeft gestaan. En ik denk dat dat een geslaagde missie is geweest. Gemiddeld 22 mensen ongeveer per team, hè. 116 teams, 2500 mensen, behalve inderdaad, ja, jij zei, mensen die thuis toch als achtervang hebben gezeten,
die aan de telefoon hebben gezeten. En ik zal u eerlijk vertellen, ik ben misschien wel 50 keer gebeld. Al van tevoren, maar ook op die avond. En ik heb elke keer gezegd, nee, want ik weet er iets van en ik doe niet mee meer. Want dat zou niet eerlijk zijn geweest. Goed zo. Goed. En te zorgen. Niet dat er ook zijn geweest tijdens jullie organisatie. Jenny, kijk eens, de nieuwe locatie. Ja, wij hebben dit jaar een nieuwe locatie. Zoals jullie merken staan wij op dit moment niet bij het cultuurcentrum, maar bij Zalen van Bussel. Wij hebben daar als organisatie bewust voor gekozen om dat buiten de media te houden, wat daar de redenen voor zijn. Maar we hebben na afloop van de quiz daar wel vele vragen over gekregen, dus daarom willen wij daar toch even vanavond bij stilstaan. De reden dat wij op dit moment hier bij Zalen van Bussel staan en niet in het cultuurcentrum heeft eigenlijk te maken met het feit dat ons inziens er een aantal afspraken die wij duidelijk met het cultuurcentrum gemaakt hadden niet nagekomen zijn. En dat wij om die reden hebben besloten om uit te wijken naar deze locatie. De belangrijkste reden daarvoor is dat wij vinden dat op een feestavond er gezelligheid moet zijn en een goede barbediening moet zijn en iedereen van een lekker pilsje moet kunnen genieten zonder zich zorgen te hoeven te maken over bediening en dergelijke. Een geslaagde avond is een goed bediende feestavond. Heel goed Jenny dat je nog eens even toelicht, want er gaan allerlei spookverhalen over de straat bij ons en dit is de enige reden en ik denk dat het heel verstandig is geweest van de organisatie om daar goed bij stuk te houden en op de goede manier de zaak in te vullen, want de zorg om de rest van het werk was al groot genoeg. Prima. Ik kom daar graag weer terug op ons motto. Wij doen dat niet voor onszelf, maar het is een quiz voor deurnen en door deurnen. Prima. Het heeft ons uren extra werk gekost om voor jullie een betere oplossing te verzetten. Kijk, en dan is het natuurlijk leuk als je dan op een gegeven moment, als je dan even in nood zit en zegt wat moeten we gaan doen. En je kunt dan een telefoontje plegen naar Marcel van Bussel en hem vragen, Marcel, wij zitten vast. Kun jij ons uit de brand helpen, zowel op de quizavond zelf als op de feestavond? En Marcel is meteen bereid geweest. En dan moeten we eigenlijk iets aan doen, denk ik, hè? Ja, ik wil daar heel even iets kleins aan toevoegen. Omdat dat Marcel zijn bereidheid erin getoond heeft, zijn er meerdere ondernemers in Deurne die met ons mee hebben willen denken. En zoals in het krantje gelezen is geweest, hebben wij getrapt om op de markt of in de achter de brouwer een tent te creëren waar wij heel veel mensen zouden kunnen ontvangen. Alleen echter hebben wij daar geen vergunning voor gekregen. En toen hebben wij uiteindelijk Marcel van Bussel als helpende hand in dit verhaal kunnen ontvangen. Kijk eens aan. Is Marcel ergens in de buurt wat? Misschien is het wel goed om een bloemje te geven. En Marcel die staat hier al. Kom eens hier. Kijk, hij is er in de nood geweest. En die gaat hem nu even een bloemetje overhandigen voor de bereidheid om dat allemaal te doen. En de voorbereidingstijd ermee in te stoppen. Mensen, een applaus voor Marcel van Bussel. Ik krijg hier een signaal dat het achterin slecht te verstaan is, klopt dat? Maar dat ligt niet aan ons, dan op mijn idee ligt dat meer aan jullie. Want als jullie af en toe iets minder buurten, kun je iedereen beter verstaan. Zullen we dat afspreken? Een beetje minder herrie maken en beter luisteren. Er komen heel veel momenten vanavond nog om te kunnen luisteren. Kunnen jullie mij zo beter verstaan? Mooi. Moeten we het hele verhaal nog herhalen? Denk het niet, hè. Hey, nou hebben we het gehad over even nog over 2015, toen we jullie uitgedaagd hadden dat jullie gewoon verplicht waren het opnieuw te organiseren. Ja. 2016 zijn jullie ermee begonnen. In januari al etterlijke uren. Sorry. En heel veel dagen zijn jullie ermee bezig geweest. En ik denk dat het goed is om eens even de mensen om ze hier te vragen. Wie doen dat werk nou allemaal? Kom eens even hier. Henk. Geert. Jenny is er al. Johan. Dirk. En Peter. We willen ze allemaal even hier op het podium hebben. Deze lieden, die hebben al dat werk verzet, die hebben al die creatieve vragen bedacht en die hebben het jullie afgelopen weken zo moeilijk gemaakt. Want dat hoorden we toch wel, het was
moeilijker dan spelen. Nou, dan is er een goede quiz geweest, daar zijn wij van overtuigd. Als we de uitslag zien, valt de moeilijkheidsgraad daar geen idee mee. Als je maar goed leest en goed nadenkt. Maar ik vind het knap dat deze mensen die er zoveel tijd in stoppen, die overdag gewoon moeten werken ook, hè. Want ze moeten allemaal nog werken, ze hebben allemaal nog een gezin. Jenny heeft ook nog een paar kindjes die ze moet verzorgen, af en toe in een gegeven moment. En toch moet het allemaal gebeuren. En dat er dan op elk moment moet het iets bijgesteld worden in een PC-programma. En er zitten een aantal techneuten bij en die doen dat in een geweldig tempo. En ik vind het knap dat jullie dat van elkaar hebben gekregen. Ik wil van jullie een geweldig applaus voor onze organisatoren. Peter, Geert, Henk, Johan, Jenny en Dirk. Ja. En dan zou ik eigenlijk, Jenny, het liefst, ik spreek jou maar even aan als enige dame. Ik zou eigenlijk het liefst al afspraken willen maken voor de toekomst van jullie. Zou dat lukken? We gaan eens even kijken of dat gaat lukken. Hij doet het, hè? Ja. Afspraken voor de toekomst. Je kunt het nou maar meteen regelen als het straks vergeten wordt misschien. We gaan kijken, jongens, want wij hebben heel goed nagedacht. Want ik heb jullie net laten zien, wij beginnen in januari met dit verhaal. En wij eindigen op 10 december. En dat is bijna een heel jaar, hè? Goed, dus wij hebben van tevoren nagedacht, wat willen wij volgend jaar? Volgend jaar. 2017. Ja, het is zo'n enorm succes dat het sowieso bij voorbaat, welke beslissing je ook neemt, een hele moeilijke beslissing is. Want je wil het voor alle partijen goed doen. Je wil het voor de quiz goed doen. Je wil het voor jezelf goed doen. En je wil daar uiteindelijk iets goeds en iets moois neer kunnen zetten. En zoals zojuist al gezegd is, wij staan wel voor kwaliteit. Tenminste, wij hopen dat jullie dat zo ervaren hebben. Dat wij proberen om een kwalitatief goede quiz neer te zetten. Op alle fronten. En ja, er gaat links en rechts best wel eens iets mis. Maar in de hoeveelheid die het omvat, denk ik dat dat over het algemeen wel mee is gevallen. Kwaliteit leveren is intensief. En kwaliteit leveren kost heel veel tijd. Goed, dan moeten wij ook naar onze eigen privé situaties gaan kijken. Wij moeten gaan kijken, wat kunnen wij en wat willen wij met de quiz? Wij vinden het heel erg leuk om heel veel liefde en tijd daarin te stoppen. En vrijwilligerswerk moet je ook doen met liefde volgens ons. Maar vrijwilligerswerk is vrijwillig. En een quiz van deze omvang verdient gewoon een hele goede kwaliteit en een goede omvang, een goede inzetbaarheid van onze mensen en van jullie mensen. Daarnaast, als je 2 jaar zo'n quiz hebt neergezet, kan ik je vertellen dat het niet meevalt om dat niveau op een derde jaar aaneenvolgend te evenaren. Wat ook weer de verwachting schept voor een 4e jaar en een 5e jaar. Dus wij hebben unaniem in de organisatie besloten en wij hopen daarop jullie begrip, ik denk dat dat het juiste woord is, dat wij volgend jaar geen quiz zullen organiseren. Maar wij zeggen niet dat er nooit meer een Deurne Wittert quiz komt, maar om dit niveau te kunnen handhaven en gekeken naar onze eigen agenda's van ons allemaal, kunnen wij gewoon niet garanderen dat wij volgend jaar voor jullie weer zo'n grote, omvangrijke, mooie, alomvattende quiz neerzetten. Maar wij willen wel zeggen, wij zijn niet voor niets begonnen aan dit initiatief. We hebben niet voor niets een dergelijk succes bereikt. Dus we zeggen ook niet dat we nooit meer een Deurne Wittert quiz gaan doen. Maar in 2017 kunnen jullie al je kennis vergaren, al je hulplijnen opnieuw inschakelen, alle bijscholingen volgen die je maar wilt, om wellicht in het jaar daarna weer volledig voorbereid te zijn op een nieuwe Deurne Wittert. Ja, ik denk dat het best tegenvalt voor sommigen, maar ik denk dat we ook met geweldig respect het aan hoort hebben waarom dat jullie zo goed onderbouwd besloten hebben om minstens 1 jaar over te slaan. Zo afspreken met elkaar, 2017 slaan we over. En door de regels klinkt het toch al, we blijven er natuurlijk wel aan denken en misschien... Het is ons kindje, we laten daar niet zomaar van. Precies, precies. Maar ik denk dat wij met z'n allen heel veel respect hebben voor het feit dat jullie ook durven te zeggen, even pas op de plaats, kwaliteit moet er zijn, inzet moet er zijn en er is ook nog een thuisfront en er is ook nog een gezondheid waarvoor mensen onder andere bij Peter een rol speelt. En dat zijn allemaal dingen die daar invloed op hebben. En ja, als je iets wil doen, wil je het goed doen. Met heel veel respect accepteren wij met z'n allen, tenminste dat hoop ik,
dat we volgend jaar even pas op de plaats maken, maar dat we in 2018 weer volop tegenaan gaan. Afgesproken? Zullen we zo doen? Goed zo. Ja goed, dan gaan we over naar de leuke dingen van deze avond. Want we hebben nog wel iets bekend te maken natuurlijk. Maar daar willen we eerst heel even een kleine pas op de plaats maken, want we hebben een jarige in ons midden. En dit gaat ze niet leuk vinden, jongens. Anja, waar ben je? De vrouw van Johan. En Johan kwam thuis naar de eerste vergadering en die zei, ik moet het met mijn vrouw gaan overleggen of het kan, maar ik heb begrepen dat hij zei, op 10 december 2016 gaan we God een uitslag presenteren. Ja, Anja had gewoon geen keus. Op haar verjaardag werd de feestavond gepland. Als we met z'n allen nou eens langs als leven zingen. Ja, want jullie hebben geweldige stemmen, ja? Goed. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hebben de piep. Hebben de piep. Anja, met een hele plezierige avond, maar geen rondje geven voor de hele zaal, zou ik niet adviseren. Moet ik nou zo vragen? Ja, nee, deze. Goed zo, dit was de organisatie, dit was even de mededeling over volgend jaar. En we gaan nou zo langzamerhand. Bedankt mensen, jullie moeten weer naar jullie werkplekken terug. Ik moet heel even checken of ik nu achteraan in de zaal te verstaan ben. Ja, is het nu beter met het geluid? Kunnen jullie mij verstaan achterin? Nee? Toch zeker wel. Ja, ginds wel. Goed zo, we gaan gewoon op deze manier door, Jenny. Anders ben ik niet te horen in de andere zaal. Wij gaan eens even kijken, want zonder organisatie geen quiz. Zonder inzet van ontzettend veel vrijwilligerswerk. Maar ook geen quiz zonder sponsoren. Want als er die niet zouden zijn, dan zou de dorpsquiz van Deurne niet van de grond kunnen komen. En daar zijn de organisatie, mensen, maar ook jullie allemaal ontzettend dankbaar voor. En we hebben 2016 sponsoren gehad. We hebben een hoofdsponsor gehad. Ontzettend bedankt. En de hoofdsponsor van 2016, dat was het Streekhuis. Wel bekend, hè, in het Haageind. Ofwel Kees en Marijke Witteveen. En Bart en Femke. Bart en Femke runnen de winkel en hebben de vaders en moeders bij voor het zwaar werk. Dat zei ik straks al tegen Kees. En dat is de hoofdsponsor geweest van de quiz in 2016. Bedankt familie Witteveen, bedankt Streekhuis. En wij hopen dat het jullie nog beter gaat. En dat we in 2018 weer op de deur mogen kloppen. Ik hoop dat er mag. Ze zitten daar ergens achterin. Ja, ja, ze zijn daar eens. Ze hebben ontzettend veel belangstelling ook op de quizavond al gehad. Ondanks dat er in Zeilberg de prins onthuld moest worden. Maar ze zijn hier. Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt. Een applaus voor de hoofdsponsor. Daarnaast hadden we 3 stersponsoren. Hans Munt. David Jansen. En onze mediapartner, zoals Jenny zegt, het Weekblad van Deurne. Want het Weekblad van Deurne heeft jullie gewoon wekelijks op de hoogte gehouden. En als het allemaal betaald zou moeten worden, dan zou dat bijna niet lukken. Het Weekblad van Deurne heeft daar een hele positieve bijdrage aan geleverd. En dan de subsponsoren, zoals ze daar staan. De Brabander. Als je ooit naar Wietenberg gaat, dan mag je daar overnachten. Prachtige omgeving. In de zomer is het mooi, maar in de winter kun je erop tegen. Fitpartners. Vivian Kuipers en Nick Smit. Dan hebben we John Menne Tegelwerken. We hebben één, het is een beetje onduidelijk te lezen, betaal, techniek, Menne. Patrick van der Mortel met zijn 2 bedrijven van Sauce Company en Patrick Foods. Albert Heijn, de Heftruck Service, Provisual, Geno, Wilco, de Rijschool en Imex. Dat zijn de sponsoren die vanavond nog wel eens een keer hier langs zullen komen. Maar dankzij die mensen is het gelukt om het financieel allemaal weer rond te krijgen. Absoluut. Zoals jullie weten gaat jullie inschrijfgeld volledig naar alle goede doelen. Dus dat betekent dat wij het van andere middelen moeten hebben om alles te kunnen financieren wat wij nodig hebben om het voor jullie te regelen. En we hadden een flinke totale prijzenpot, dat zullen we direct laten zien. Ja, daar komen we dadelijk bij. Wat we vanavond gaan doen, jongens, we gaan de avond opdelen in 3 blokken. Op dit moment is dit blok 1. Dus dat betekent dat jullie ons daarna nog 2 keer zullen zien.
Daarbij zal Gerard de hele avond jullie gastheer zijn en zal ik samen met Dirk de presentatie voor de rekening nemen namens de organisatie. Er zijn erbij die liever achter de schermen plaatsvinden op deze avond en iedereen moet daarin lekker zijn ding doen. Dus wij zijn het gezicht, maar wij vertellen het verhaal van de organisatie. We hebben daarin het eerste blok dadelijk een aantal categorieën die we met jullie gaan bespreken. Daarna hebben we een kleine verrassing. En dan komen wij rond de klok van 9:45 weer bij jullie terug. En natuurlijk het meest spannende blok beginnen we om 10:30, gevolgd door de prijsuitreiking. En daarna gaan we lekker feesten met DJ Guus de Wit. Dat is vorig jaar ook ontzettend goed gelukt, dus daar maak ik me geen zorgen over dat het dit jaar niet weer gaat gebeuren. Prima, dat is het programma van vanavond. En een totale prijzenpot die uitgedeeld wordt en al een stukje is. Want op de quizavond is er al €185 uitgedeeld. €1785 zit er in de pot die vanavond verdeeld moet worden. Met uitzondering dan van de €185 van de mooiste foto, hè, van Ma Vlodder. Dat hebben jullie gezien toen als je hier bent geweest aan het eind van de quizavond. Ja, wij zijn er trots op dat wij een aantal goede doelen mogen kunnen ondersteunen. Met behulp van jullie uiteraard. Met dit mooie bedrag, want ik denk dat het een mooie opbrengst is voor een aantal hele mooie goede doelen die vandaag gesponsord zullen worden. Goed. Blok 1. Ja, we gaan de quiz induiken, jongens. Kijken wat jullie er nog van weten. Ja. We beginnen deze categorie met deze ronde met kunst en cultuur. Daarna zullen we rondje deurne, sport en ook de radio gaan bespreken. Ik ga meteen een beroep doen op jullie geheugen en eens kijken of jullie een aantal dingen wel of niet goed hadden. Dat merken we vanzelf aan de O en de A's dadelijk in de zaal. In kunst en cultuur zat een vraag waarin een cryptische omschrijving werd gegeven van een aantal kunstwerken die in Deurne te vinden zijn. En als wij het over Deurne hebben, dan hebben we het over Deurne Centrum, de Walsberg, de Zeilberg en de Sint-Jozef-parochie. Dus wij proberen van daaruit, verdeeld over alle parochies, de kunstwerken mee te nemen. De eerste opdracht was... Een cryptische omschrijving. We zijn met z'n vijven en de kleuren die we daar zien zijn rood, oranje en groen. We zijn met z'n vijven en de kleuren rood, oranje en groen, die zien ze elke dag. En dan moesten jullie dan maar eens raaien welk kunstwerk dat daar in Deurne ergens stond die daarna verwees. Jenny. Het was een moeilijke vraag, maar er zaten echt wel goede antwoorden tussen. Het goede antwoord in dit geval waren deze ritmische vormen die te vinden zijn... Bij het oude politiebureau, bij de Wolfsberg. Zij staan daar naast een verkeerslicht. Ja, tegenover het politiebureau aan de kant van de Koolhof, zeg maar. Ja, goed. Daar staan ze. Dan gaan we door naar de volgende.